16 Minutes of Care is een podcast gebaseerd op de Care Principles. Een strategisch framework dat onthult hoe merken impact creëren door zorg te dragen voor mens en planeet. In elke aflevering spreekt Isabel met een leidinggevende die uitlegt hoe een focus op care hun bedrijf succesvol laat groeien op een zorgzame en duurzame manier. Welkom terug. 16 Minutes of Care, het nieuwe format van de Care Principles video- en audio-podcast. Laatste aflevering met Marije Klomp. Zij is programmadirecteur duurzaamheid in de Radboud Universiteit in Nijmegen. Welkom terug, Marije. Ik wil het in de laatste aflevering, en het is echt een speciale aflevering voor mij, want ik wil het heel specifiek hebben met jou over jongeren. En ik weet dat dat niet jouw topic is, zeg maar. Hè. Je bent echt over duurzaamheid. Maar ik wou het toch heel graag met jou erover hebben. Omdat Generation Z, hè, dat is de generatie zoals we die benoemen in marketing en in de trendwereld. Dat is een generatie die ongeveer tussen 1997 en 2012 geboren is. Dus de oudste daarvan, die zitten nu in de universiteiten, die beginnen nu langzaamaan afgestudeerd te zijn en sijpelen langzaamaan het bedrijfsleven binnen. En als ik met bedrijfsleiders praat, dan vinden ze de generatie daarvoor, millennials, die dus nu de dertigers zijn, vonden ze al best moeilijk. Ze hebben heel veel schrik van Gen Z. met name door voorbeelden als Greta Thunberg. Zij is natuurlijk een echte Gen Z'er. Het is ook best weer een nieuwe generatie. Dus vandaar dat ik zoiets had, ik heb iemand van een universiteit. Ik wil echt een hele aflevering hebben over die jongeren. Nu, binnen Radboud onderscheiden ze jullie zich toch, denk ik, een beetje van andere universiteiten. Want jullie hebben een hele studentgerichte en persoonlijke aanpak. Terwijl mijn ervaring met universiteiten, toch in België, misschien is het in Nederland toch wel net iets anders, dat universiteiten heel erg zo zijn van, weet je bent nu 18, je komt hier studeren, trek je plan, zeggen wij dan in Vlaanderen, weet je. Maar jullie gaan toch proberen heel erg zorg te dragen voor jullie studenten. Kan je dat even toelichten, waarom jullie dat doen en hoe jullie dat doen? Ja, we kenmerken ons wel en daar zetten we ook heel erg op in dat we heel persoonsgericht en benaderbare universiteit willen zijn. Dat past van ouds heel erg bij ons. We zijn een universiteit wat bijvoorbeeld relatief een heel hoog percentage eerste generatie studenten bijvoorbeeld heeft. Hè. Dus dat zijn studenten waarvan de ouders niet gestudeerd hebben binnen de universiteit. En dat betekent dat dus de universiteit voor veel studenten, en dat geldt trouwens ook als je misschien wel ouders hebt die hebben gestudeerd, maar dat is een plek waar je wegwijs gemaakt moet worden, waar je niet zomaar in losgelaten kan worden. Tenminste, ja, we willen in ieder geval zijn voor studenten die daar wat hulp bij nodig hebben. Dus goed opvangen, goed begeleiden als ze dat nodig hebben. En we hebben bijvoorbeeld voor studenten met special needs of met wat de achterstand hebben ook een maatjesprogramma. We hebben allemaal regelingen, financiële regelingen of begeleiders voor studenten. Dus het zit heel erg in die zorgkant. Maar het zit hem ook in het algemeen in dat wij als best wel een toegankelijke universiteit worden gezien en gevoeld door studenten. Dus er is niet een hele grote afstand van de student bijvoorbeeld tot een docent of professor. Je kan best wel makkelijk bij ons binnenlopen of even een vraag stellen of contact opnemen. En dat wordt als heel prettig ervaren. Dus het past heel erg bij ons en ook waar we vandaan komen. Een katholieke universiteit vanuit de emancipatiegedachte en het beginsel van zorg voor elkaar. Daar past dit helemaal in. En dat wordt dus ook heel erg gewaardeerd, denk ik, door die student. Ja. Je zei net, het inclusieve beleid voor alle nationaliteiten, culturen, sociale achtergronden, eerste generatie studenten, gelijke kansen voor iedereen nastreven, dat is natuurlijk heel mooi, maar die polarisatie waar ik het in de vorige aflevering ook over had, die is er toch, hè? Arme mensen die steeds armer worden en rijke mensen die steeds rijker worden in marketingtermen noemen we dat de haves en de have-nots. Mm-hmm. We zien dat die groepen steeds verder uit elkaar drijven. Dat middenveld en eigenlijk mensen die de middenstand, zeg maar, hè, zoals we dat in Vlaanderen noemen, is toch eigenlijk een stukje, er zit een stukje erosie op.
hoe belangrijk is het voor Radboud om te proberen die mensen toch mee te trekken in dat onderwijs? Ja, aan de ene kant is dat dus iets waar wij wel echt ook om bekend staan en op inzetten. Dus vanuit bijvoorbeeld die eerste generatie studenten, die relatief veel bij ons terechtkomen. Dus we zijn daarin dus blijkbaar een universiteit die ook wel die aantrekkingskracht heeft. Tegelijkertijd, die kloof is er, die groeit. Ik heb het over dit onderwerp ook laatst nog met onze Diversity and Inclusion Officer gehad. Eigenlijk mijn collega die echt zich op deze thematiek richt. En zij zei ook van, ja, daar kunnen we helaas aan dat grote probleem, kunnen wij als universiteit natuurlijk niet in ons eentje iets doen. Wat we wel doen is vol inzetten met een programma en met maatregelen en een beleidsplan op dat in ieder geval binnen de universiteit die kloof en polarisatie zoveel mogelijk kleiner maken. En echt al onze processen en activiteiten erop inrichten dat mensen van allerlei achtergronden zich welkom voelen en gelijk behandeling krijgen. We staan heel erg open natuurlijk voor internationale studenten. Dus we proberen ook echt een diverse community te zijn. En ook echt een gemeenschapsgevoel te creëren. Dat is trouwens ook nog een belangrijke, denk ik, in deze. Dat je echt een campus hebt ook, waar je fysiek komt. Veel studenten zijn helaas door COVID veel meer thuis blijven hangen. We proberen ze nu weer naar die campus te trekken om ook steun bij elkaar te krijgen en elkaar te ontmoeten. Zijn alle lessen nog steeds hybride? Of hoe werken jullie momenteel? We zijn nu wel weer echt over op fysiek. Lessen. Vanuit toch ook deze gedachte. Je leert niet alleen door kennis op te doen in een college, wat je ook online kan volgen. Je leert ook in de academie door die uitwisseling en ontmoeting met elkaar, met de docent, die reflecties die je hebt. Wel vinden we het belangrijk dat je, als dat nodig is, die mogelijkheid moet blijven bieden. Dat hebben we denk ik wel echt gelukkig aan corona overgehouden. Dat daarmee je het onderwijs toegankelijk houdt voor iedereen. Dus ook als je niet kunt komen om een belangrijke reden of zo. Ja. Ja, maar in principe zetten we nu alweer heel erg in op dat campusleven. Ja, maar jullie blijven alles wel opnemen en digitaal beschikbaar houden? Opnemen wel, ja. Maar niet meer live te volgen. Ja. Dus dat is wel een keuze geweest. We hebben het er nog niet over gehad, maar we voelen met z'n allen, en ik heb daar geen concrete cijfers van, maar we voelen met z'n allen dat de druk op de schouders van de mensen in het algemeen heel groot is. En jongeren en studenten voelen dat ook. De cijfers van eenzaamheid, de cijfers van depressie, de cijfers van burn-outs zijn ook bij jongeren vrij groot. Wat zijn de zorgen van deze huidige generatie studenten? Heb je daar een idee van? Ja, zeker. Want wij krijgen daar ook helaas wel regelmatig berichten van, hè, van studenten die onze hulp daarin zoeken. Het is niet helaas dat ze onze hulp zoeken trouwens, maar wel om te zien waar ze mee worstelen. En dat is heel, heel dicht bij hun is de zorg, huisvesting en studieschuld. In die zin natuurlijk hele basale zaken waar ze helaas in zo'n mooie tijd van je studententijd mee worstelen. Ze kunnen gewoon simpelweg geen huisvesting en kamers meer vinden in veel Nederlandse steden, ook bij ons. En ze zitten met een grote schuld al voordat ze überhaupt gaan starten met werk. En niet iedereen kan dat dragen. Niet iedereen heeft ouders die dat even kunnen betalen of zo. De meeste niet. Dus ja, hoe los je dat op? Dus die vragen, want we kennen de doelgroep ook als er eentje die 24/7 het liefst dan ook antwoord wil en een luisterend oor. Dus we zijn steeds meer ook op webcare gericht en op snelle beantwoording van die vragen. En we proberen ze altijd verder te helpen of door te verwijzen of op alle manieren te ondersteunen daarin. En daarnaast zijn er zorgen bij deze generatie ook over zaken als klimaatverandering, ongelijkheid, biodiversiteitsverlies. Dus die grote duurzaamheidsthema's, die spelen zeker ook. En dat is dus weer een reden om het ook bijvoorbeeld bij ons in het onderwijs terug te laten komen. Ze verwachten dat. Een twee jaar geleden zei een student uit die generatie, letterlijk, ik wil hier leren over de nieuwe economie, niet meer over de oude. Dus die economieopleiding deed. Mooi. Ja. Mooi.
We hadden het in de vorige aflevering ook over de informatiemaatschappij waar we in leven. We zijn allemaal overloaded. We moeten niet alleen naar jongeren kijken die 24/7 met die smartphone in die hand leven. Ik denk dat we dat ondertussen bijna allemaal zelf ook doen. Ik heb net een 2 maanden digital detox gehouden. Dat doe ik meestal in de zomer. Sommige mensen denken dan dat ik 2 maanden vakantie neem, wat helemaal niet zo is. Ik verdwijn gewoon 2 maanden van mijn social media, omdat ik zelf ook die druk ervaar van continu on en continu scrollen en wat is er nog nieuws en wat gebeurt er en wat komt er voorbij. Je had het ook over het belang van handvaten en kennis geven aan jongeren. Maar we zien dat in dat enorme in die enorme stroom van informatie die continu binnenkomt, dat daar ook heel controversieel en heel polariserend nieuws en feiten met elkaar in de clinch gaan. Heel wat wetenschappelijke studies worden onderuit gehaald door pseudo-wetenschappelijke mensen. Hoe kan je jongeren helpen om de juiste informatie daaruit te filteren? Ja, ik denk dat dit echt raakt aan de rol die wij kunnen spelen in dit verhaal. En de universiteit als de academie, als plek waar je waar je niet alsof je in een ivoren toren zit, bepaalde kennis maar blijft aanbieden, heel geïsoleerd van wat er in de maatschappij gebeurt. Nee, maar waarin je juist deze thematiek naar binnen haalt en daar met elkaar kritisch op reflecteert. Dus die ruimte creëren. Bij ons krijgen alle studenten bijvoorbeeld, naast dat ze duurzaamheid terugzien in hun opleiding, krijgen ze ook allemaal verplicht het vak filosofie. En dat is er echt voor bedoeld dat je die kritische reflectievaardigheden ontwikkelt. Nou, en als je dat koppelt aan casuïstiek die ze zelf tegenkomen online, dus bijvoorbeeld opinies die elkaar tegenspreken of wetenschappelijke onderzoeken die onderuit worden gehaald. Als je dat in de context van de academie met goede begeleiding van docenten, wetenschappers, die dialoog vormgeeft met elkaar en die reflectie bevordert, ja, dan denk ik dat je echt heel veel bijdraagt aan de ontwikkeling van studenten. Om daar ook zelf vaardig in te worden, ook later. Dus dat je zelf leert filteren en de kwaliteit van data en kennis goed op waarde kan schatten. Dat is waar het uiteindelijk voor een belangrijk deel om gaat. Ja. Dus die rol kunnen wij denk ik heel mooi, kunnen we een stukje natuurlijk een rol in spelen. Daarin moeten we ook niet te grote illusies hebben over die impact. Want ik denk dat ze zelf ook wel steeds beter zien wat waar is en niet waar. Of daar met elkaar ook gesprekken over hebben. Dus ja. Boeiend ook, dat filosofie wat misschien een vak was dat de afgelopen 15 jaar, waarvan we misschien dachten, hebben we het ooit nog nodig. Ja. Dat het terug vandaag zo relevant is. Ja, ja. Goed leren denken, dat is eigenlijk de kern. Ja, absoluut. Wat zou je bedrijfsleiders, people managers kunnen meegeven voor straks als die generatie op zoek is naar een baan, wat moeten ze doen met die mensen? Ja, ik heb dit ook echt even nagevraagd aan Generation Z. Dat leek me wel leuk en goed ook, want ik behoor zelf meer, ik zit nog net in de millennial categorie, maar ja. Nou, wat heel duidelijk terugkomt is dat ze juist doordat ze zoveel voorbij zien komen en heel veel online zitten en zij zijn helemaal gewend aan die veelheid aan informatie. Daardoor prikken ze heel snel door een verhaal heen van bedrijven. Dat is meteen wat ik terug hoorde. Dus wees authentiek. Wees maatschappelijk betrokken. Of vanuit dus die core business. Hè. Dus ook niet alleen maar als een soort wollig, mooi verhaal. Terwijl je ondertussen je oude, vertrouwde dingen doet. Die misschien heel vervuilend zijn of helemaal niet goed. Wees wel echt. Maak impact. Dat wordt wel aantrekkelijk gevonden. Maar daarnaast hebben ze ook natuurlijk wensen op het gebied van een goed salaris, hybride kunnen werken, vrijheid. Dat soort aspecten zijn belangrijk. En wat ook terugkwam is dat ze het heel erg waarderen, of dat je een aantrekkelijk werkgever bent, als je echt met hun in gesprek gaat over de strategie en de koers van een bedrijf. Ze willen graag invloed hebben ook wel op wat het bedrijf doet of gaat doen. Dus dat vond ik wel een interessante. Mee impact maken. Ja. En het liefst in een beetje wat lossere structuren dan we misschien van ouds gewend zijn in een klassiek organisatiemodel. Dus ze zijn wel heel erg van het in- en uittappen. Remote werken. Misschien wel meerdere banen naast elkaar.
dat kwam ook, ook terug. Dus ja, best wel ingewikkeld misschien voor werkgevers om, om de boel deels om te gooien. Maar de nieuwe generatie stelt inderdaad wel andere eisen. Ja. Maar authenticiteit was toch wel, dat viel me heel erg op. Dat kwam er echt duidelijk uit. Ja. Dus voor al die bedrijven die nog aan greenwashing en zo doen, ja, dat jullie, kan echt zijn, niet meer. Jullie zijn verwittigd. Het gaat echt niet meer gebeuren. Nee. Wat kunnen we met z'n allen, dat is de laatste vraag, Marije, dan zijn we er echt door. Dan moeten we ook echt stoppen. Wat kunnen we leren van jongeren als we allemaal met z'n allen een positievere impact op mensen, maatschappij en planeet willen hebben? Ja, de community vormen met elkaar. Dat, en dat, ja, dat kwam duidelijk naar voren. Dus ze zijn aan de ene kant individualistisch, want ze zijn veel alleen online bijvoorbeeld bezig. Maar ze hebben heel erg die behoefte aan, dat zeiden ze tenminste zelf, aan je onderdeel voelen van een groep die voor diezelfde waarden staat. Ik denk dat dat in het algemeen een heel mooi gegeven is. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld die duurzaamheidsopgaven waar we voor staan. Die moet je met elkaar aan. En in zo'n community is dat natuurlijk ook heel steunend en bemoedigend. Maar het is ook interessant voor werkgevers. Omdat je dus daar volgens mij ook allerlei dingen op kunt organiseren. Om dat gemeenschappelijke gevoel te versterken. Dus ja, ze willen heel graag onderdeel zijn van een beweging. Zijn dat vaak ook al. Hè? Dus ze zitten echt niet alleen maar zo te wachten tot een werkgever dat gaat bieden. Ze zijn dat al. Ze zoeken dat al op. Maar dat is wel iets waar je echt iets mee kunt, denk ik. En wat ze ook zoeken bij hun werkgever. Ja. Dat ze daar in een nieuwe community komen. En die houdt niet per se op bij de grenzen van dat bedrijf of die organisatie. Ja. Dus uiteindelijk, en dat is een beetje een containerbegrip, maar dat is wel echt, we zijn steeds meer een netwerksamenleving aan het worden. Of een platform waarin je als organisatie ook je oude vormen misschien wat moet loslaten. Opengooien. Ja. En dat is best spannend, maar ik geloof daar zelf ook heel erg in. Ook als je kijkt dus naar duurzaamheid en impact. Ja. Ja. Ook daar agility, hè? Mee evolueren en de oude bedrijfsstructuren durven loslaten. En durven experimenteren met nieuwe zaken. Ja. Mooi einde. Dankjewel, Marije. Het was fantastisch om jou hier te hebben. Dankjewel voor alle mensen die nu gekeken hebben, voor alle mensen die luisteren. Help mij alsjeblieft om de 16 Minutes of Care bij meer mensen binnen te krijgen. Vertel het aan anderen. Share het online. Geef een review. Vertel het verder. Dankjewel om mee zorg te dragen voor mensen en planeet. Hartelijk dank en take care. Wil jij ook blijvende impact creëren met je merk en tegelijkertijd duurzame groei stimuleren? Check dan thecareprinciples.com en kijk hoe we je verder kunnen helpen. 16 Minutes of Care is een onafhankelijke productie van Isabel Verstraeten. Merkstrateeg, oprichter van The Care Principles en auteur van het boek Does Your Brand Care? Help ons meer bedrijven te bereiken die op zoek zijn naar een zorgzame en duurzame groei door deze podcast alle sterren te geven die hij verdient. En door te delen in je netwerk. Bedankt en take care.